Het vierde dorp Termunten is eeuwenoud en heeft een rijke geschiedenis. Wie een schep in de grond steekt, stuit al snel op resten van kloosters en kerken. Vlakbij de kerk, in een woning die er van buitenaf helemaal niet zo oud uitziet, troffen de nieuwe bewoners in de kamer een afgesloten put aan, die vol stond met helder water. Bij het leegpompen bleek het niet alleen een put te zijn, maar een complete kelder die een paar meter onder de straat doorloopt. Bouwhistoricus Jan Badjes nam een kijkje en was verbaasd over wat hij aantrof. Nou, dit is een waterkelder. Dit is ontzettend interessant, joh. Dit is een kelder die met een mooie bevloering. Er zitten plavuizen en je hebt geel en groen. Dus het is echt met motief gelegd. Dus als je hier niet in hoefde, dan deed je daar ook niets. Dan ging je er gewoon één gele kleur bijvoorbeeld in leggen. Hè? Dus als je altijd vol staat met water, niemand ziet dat motief. Dus wat voor zin heeft dat om zo'n mooi motief erin te maken? En wat zou de reden kunnen zijn daarvoor? Nou, dat hij ook vroeger nog gebruikt is als gewoon kelder. Om groente of wek te bewaren of wat men vroeger ook maar deed. Dus ja, ik vermoed dat het wel 18 deels is. 1750, 1775. Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja. Zou deze waterput of deze waterkelder ouder kunnen zijn dan het huis? Ja, dat denk ik sowieso, ja. Ja. Maar er kunnen er gewoon delen nog van het oude huis kunnen nog gewoon aanwezig zijn. Maar dan moet ik straks eens even naar de buitenkant kijken. Uit archiefonderzoek is inmiddels gebleken dat de woning in twee delen is gebouwd. Het ene is rond 1830 gebouwd als schooltje van Termunten. Het deel waar de put in zit was de vroegere kosterij van de kerk. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe oud de kelder is.